Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe dinsdag tip op Bayer Town. Vandaag met Harry Actie. Jazeker, en wij hebben hier een hele speciale dinsdag tip, namelijk een scheetjesmachine. En meer daarover na de intro. Nou Harry, weet jij iets van deze scheetjesmachine af? Wat is het? Het is een machine die een scheet creëert. Niemand weet hoe het gebeurt, maar het gebeurt. Op afstand. Kijk, super fijn. Hou jij die vast? Ik heb hier een klein apparaatje. Als ik hier op een knopje druk, dan hoor je het geluid nu nog niet, want hij moet eerst aan. Hij is nu aan en dan... Hoor je dat? Dit is hem, jongens. Dit is hem. Ik ben er blij mee. Wacht, jij blijft hier staan. En wij gaan kijken hoe ver we het kunnen horen. Oké, is goed. Oké, dus blijf hier staan. Ik entertain jullie in dit... Oh, je hoort het nog steeds, jongens. Ja, je hoort het nog steeds. Ja, ja, ja. Het begint nou wel een beetje awkward te worden. We horen hem nog, toch? Meter. Nee, je hoort hem niet meer. Nee. 10, 11, 12 meter. 12 meter, jongens. En daar mogen we blij mee zijn. Dus wij hebben nu een scheetjesmachine met 12 meter afstand. Hoe gelukkig ben je? Zo gelukkig dat ik bijna wil huilen. Ja, echt waar? Ja. Ik heb een idee. Weet je wat we doen? We doen dit in jouw broekzak. Hier. Ja. En er staan hier heel veel toeristen op het monument van de Dam. Loop jij eens een rondje met de cameraman, man. Gaan we even testen. Anders, weet je wat we doen? We doen het gewoon van afstand. Ik heb hier mijn microfoon. Dan ga ik daar gewoon heen en film je dat. Cool, doen we dat een keer? Hij doet het. Hij doet het. Ze reageren gewoon niet. Doet hij niet? Oh, Harry zegt dat hij het niet doet. Dan wachten we en in 3, 2, 1. Hij doet het niet. Crap. Hij heeft oogcontact met die man naast hem ook, gewoon nu. Holy shit, Harry. Pik ik alles uit de man, dus even kijken. Kom, hij denkt echt zoiets van, what the fuck gebeurt mij nou? Ja, groot gelijk. Goed gedaan, doet hij het? Nee, tuurlijk. Fucking hard. En ja, het enige wat we kunnen concluderen hierover eigenlijk is... De Fartbox doet het, hij is heel leuk. Alleen als je hem in je jaszak hebt, hoor je het niet. Dan doet hij het niet. Het is ook echt een van die dingen die je in je handen moet houden en dan... Best wel jammer. En het is ook, als je deze in je zak houdt, dan hoor je het ook niet goed. Dus... Oh, je hoort het ook niet goed? Nee, dat hoor je ook niet goed. Ah, crap ouwe, dat is echt jammer. Maar ik moet zeggen, het ding is lachen. Die man dacht echt dat ik een rug liep. Echt waar? Dus het is gewoon... Het ding doet het gewoon, jongens. Gruwelijk. Alleen op lange afstanden of in je jas doet hij het niet meer. Maar voor de rest, een dinsdagtip die het heeft overleefd. Alleen we zijn het klepje al wel kwijt. Dit klepje zijn we kwijt. Jammer genoeg. Nou ja, jongens, in ieder geval Harry, heel erg bedankt voor meedoen. Wij gaan misschien hiermee nog een video maken voor jouw kanaal. Ja. Wil je het kanaal van Harry checken? Dat kan. Linkje in de beschrijving. Zeker weten. Even checken, abonneren en een duimpje omhoog. En bedankt voor het meedoen, ouwe. Tot volgende week bij een nieuwe dinsdagtip. Later. Bye.